Goedemorgen, de zon schijnt, het is heel warm weer. Ik ben vandaag in Arendonk. Ik ga op bezoek bij Smulders, een vaste klant van Q-Jobs. In Arendonk dus, een staalconstructiebedrijf. En we gaan eens zien hoe dat ze doen hier. Hè. Ta-ta-da-da. Oh ja, en ik heb ook taart. Hallo? Q-Jobs? Ja. Hallo, ja. Hallo, ik ben Katrien. Dag Katrien. Hallo, ik ben Brits. Dag Brits. Hi. Hallo. Ik ben dus hier omdat we 15 jaar bestaan met Q-Jobs en dat kun je niet beter doen dan met taart. Dus ik heb een klein cadeautje voor jullie mee. Hallo. De mensen die Smulders dus niet kennen, wie zijn jullie? Wat doen jullie? We zijn Smulders, een internationaal staalconstructiebedrijf. We zijn hier gevestigd in Arnhem, maar we hebben ook andere vestigingen in Balen, in Hoboken, in Engeland en in Polen. Ja, we hebben over die 5 vestigingen heen ongeveer 900 mensen aan het werk. Intern dan, in dienstverband. Voornaamste activiteit waar we nu actief in zijn qua de constructies is in offshore windenergie, en dus de windmolenparken op zee. Hoe ervaren jullie eigenlijk de samenwerking met Q-Jobs? Ja, in elk geval sowieso heel positief. We beschouwen dat zeker als een heel betrouwbare partner die we heel graag inzetten om mee de juiste kandidaten te vinden, zowel naar arbeiders als bedienden toe. Oké, super, dat klinkt al heel goed, maar ik ben eigenlijk heel benieuwd wat jullie hier nog allemaal doen. Dus, ja. Gaan we eens kijken? Dan gaan we dat tonen. Oké, okay, super. Kom maar mee. Oké, super. Ik denk dat ik klaar ben? Of nog één ding? Nee. Moeten we dat helpen dan? Ga je dan nog een helm geven? Oké, super. Voilà. En dan zo dadelijk nog een bril. Let's go. Wat hier zijn we in staal gaan zijn. Dat is de plaats waar al het staal en platen van vielen toekomt. En met de rolbrug wordt verplaatst dan. In de hal lenen zich ertoe om af en toe eens een feestje te organiseren voor de medewerkers. Direct op deze locatie hebben wij vorig jaar ook een klein event gehad. Ja, dat wordt zo. Ja, we zetten het verlof, we bouwen nog altijd goed in met een goede pak frieten en wat drank. Ja. En dat wordt hier meestal georganiseerd. Ja. Met hoeveel mensen werken jullie hier ongeveer? Hier in Arendonk werken wij ongeveer 380 mensen. Oké. Okay, ja. Dus arbeiders hebben hier. Ja. Oké. Okay. Voilà, nu hier zie je bijvoorbeeld een stuk van een boat landing liggen. Dus een onderdeel eigenlijk van een transition piece. Een fundering voor een windmolen die op zee staat. Ja. Dus dat onderdeel wordt gebruikt. Effectief de boten daarnaast kunnen. Die daarnaast kunnen zetten, zodat ze op de windmolen eigenlijk kunnen gaan. Dus hier zijn we de spuit aan toegekomen. Dat is de finale fase hier in zitten in Arendonk. Spuiten, ja, zijn pistoolspuiten, dus dat is een profiel dat we wel eens, dat we geregeld zoeken, maar dat we eigenlijk altijd wel maar op zoek zijn naar die pistoolspuiten. Dat klitten. Alles goed? Ja, bij mij ook alles goed. Dank je wel. Een schaal tot 10, hoe graag werk je nu? 9? Dikke duim, voor Smulders. Hey. Voilà, we werken op een bepaald sterrensysteem. En dat wil zeggen dat het aantal sterren gaat kwaliteit bepalen die verwacht wordt door het land. We hebben dat hier in Nederland, in Pools en in het Engels hangen, zodat zeker iedereen weet wat verwacht wordt. Beter afsluiten als met. Lekker. Die gaat sowieso smaken. Maar zeker. We hebben nu een goede rondleiding gehad in het bedrijf. Ik weet wat jullie nu doen en zo. Maar hoe vinden jullie nu die verschillende profielen? Vinden jullie die ook via Q-Jobs? Ja, zeker en vast. Dus, uiteindelijk is Q-Jobs zeker een leverancier van zowel de lassers, samenstellers, stolenschilders. Ja. Dus alle functies die hier te vinden zijn, worden wel opgevuld door mensen van Q-Jobs? Ja. Absoluut, ja. Ze hebben een brede waaier aan potentieel in hun database, dat is duidelijk. Of ze gaan er actief naar op zoek als wij een vacature doorgeven. Ja.